Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 31 juli en het is 6:15. Tadaam. En wij gaan zo meteen vertrekken richting Italië. We gaan dit jaar naar Italië. Dus welkom bij deze nieuwe vakantievlog. Ik ga lekker mijn vakantie voor jullie filmen, of onze vakantie eigenlijk. We gaan eerst, kijk, Lily is ook helemaal ready. Heb je zin in, hè? Ja. Jippie. En wat heb je aan? Jurkjes van de? Heem. Zara. Ja, Zara. Het vestje ook. En sokjes van de Primark. Ze is helemaal blij met haar nieuwe jurkje. Dus die wilde ze al in de auto meteen aan. Alles kan erin. Ja, wat moet er ook nog doen? Die. Het hele vol. Nou, alleen die nog. Ja? Alleen moet je ook mee? Moet je er ook in? Ja. Doe nog mee. Die en die nog twee. Ja, maar die moeten gewoon voor. Ja, deze is voor jou. Deze is voor mij. Dus die moet gewoon voor? Ja, bij mij gewoon voorin. Oh, niet... ik ga de slippers even aan. Ja, doe de slippers maar aan. Deze is nou. Ook super lekker. En ik vind het fijn met zo'n koud. Ja, we gaan bijna weg. Dus, jee, spannend. Nee, ik ga bijna weg. Wacht even, mama, bij. Hallo, goedemiddag inmiddels. Het is inmiddels al 3:05. En we zijn in Zuid-Duitsland. Ik heb nog niet gefilmd vandaag. En kijk jongens, mijn hele wenkbrauwen. Ik heb ze dus gisteravond nog geverfd, maar dat heeft dus blijkbaar... Gisteravond was het nog niet zo, maar toen ik vanochtend al, toen zag ik al dat het een beetje bruin, heel dicht bruin was. Dacht ik al, dat is niet mooi. Maar toen, nu is het echt zo erg. Helemaal geel-oranje-achtig. Maar voor een paar dagen, 1-2 dagen daarna is het wel weg. Maar wel een beetje zuur. Goed, we gaan dus overnachten in Oostenrijk. Want we gaan dus naar Italië. We zitten de eerste week bij, het heet Cavallino. En het zit ongeveer ruim een half uurtje van Venetië. Het zit aan de Adriatische kust. En we zitten daar in samenwerking met Villa Tent. Het is niet gesponsord, we mogen daar een weekje vertoeven. Super chill, in dus een Villa Tent op Camping Cavallino heet het, volgens mij, als ik het goed zeg. Ik zal sowieso even in de beschrijving eens opzetten. Maar ik ben benieuwd, het zit aan het strand, aan de kust. Ja, voor ons, ik ben daar nog nooit geweest, Sander ook niet. Sander is sowieso nog nooit naar Italië geweest. We waren natuurlijk afgelopen jaren naar Frankrijk, dus superleuk. En daarna, daar zitten we dus een weekje en dan rijden we daarna weer een soort van terug. Via het Gardameer, dan zitten we daar nog 9 dagen. Dus dat is ook lekker. En Nuni is er ook. Hi. We hebben net even een pauze gehad met een ijsko. Oh, deze smaak is niet lekker gegeten. Nee? Oh, hoef je niet meer? Ja, struggle. We hebben nu al heel wat uren erop zitten. Maar... Nee, dat kan niet, schat. Wil jij wel beter? En het is nu nog 540 kilometer naar de plek zelf. Ik wil ook zo staan. Naar Italië, zeg maar, waar we echt zitten. Maar we gaan dus overnacht in Oostenrijk. We gaan er denk ik nog iets ruim 2 uur rijden. We moeten nog een paar uurtjes rijden. Ja. Bij het hotel. Maar ik moet ook nog een hotel zoeken. En daarna kan we in het tent. Dus. Hou hem binnen, schat. Oh. Nou, daar kan hij al helemaal niet tegen. Met zijn, koude, met zijn tanden tegen dat koude ijs. Oh. Goed, het rijdt lekker door verder. We hebben net een klein filetje gehad, maar dat was door een ongeluk. Dus 10 minuutjes of zo. Dus tot nu toe, ja, ik ben eerder bang voor morgen. Dat gaat denk ik met meer file zijn. Denk ik, toch? In Italië zelf is het altijd vrij druk. Ja, lekker warm hier. Zo, het is nu 4:30 bijna. En we hebben net even een duurtje gedaan. Ja, ik had net hier, maar kijk maar blauw. Hier heb je ook leuke café en restaurants. Ik hoop dat het bij ons ook zo is. Ja, het is hier echt heel mooi, kijk. En hier leuke restaurantjes en zo. Maar we hebben dus bij Innsbruck en dan nog iets naar beneden... hebben we een hotelletje geboekt. Hotel Montana. Kijk, dit hotel. Er is ook camping hier. Camping.
Het zit dus in Telfes in Dubai. Er zit een mooi hotel. Dus dat is wel redelijk op onze route. We moeten iets van afwijken, maar dat is best wel prima. Volgens mij wel een leuk hotelletje, dus ik ben heel benieuwd. Het is hier heel mooi. Ik hoop dat er een beetje een restaurantje of zo zit. Zou wel leuk zijn. Of dat je daar lekker kan eten. En we zijn daar rond iets over 5. Dus we hoeven helemaal niet meer zo lang. Half 6. Een uurtje. Van 5:30. Nog een uurtje. Heb je er zin in, Leun? Er is ook een bad. Ik vind het leuker als we echt bij Italië in de tent zijn. Ja, dat is waar. Maar dat is pas morgen, hè? Morgen moeten we dan, nou, ik denk nog wel... Een klein stukje rijden. Ja, nog best wel lang hoor. Maar niet zo lang als vandaag. Want ik denk dat er wel wat files zijn. En zonder file is het 4,5 uur. Vanaf daar. Dus... Ik denk dat er 2 files komen. Oké. Okay. Mijn wenkbrauwen zijn nog steeds oranje. Zo door. Ja. Mooi hier, Lun. Ja, onder waar op huisje daar wonen sommige mensen. Sommige mensen zijn daar op vakantie. Ja, klopt. Je kan hier dus... Kijk, van het helemaal erboven. Oh nee, dat is geen sneeuw, hè? Ja. Aangekomen bij het hotel. Heel leuk, zegt ze Oostenrijks. Helemaal gezellig. We moeten nog even wachten. Mag ik hier ook proberen? Met inchecken. Het mocht pas om 6:00 uur, omdat we zo laat net nog gereserveerd hadden. En ze zijn hier binnen, ze zijn allemaal Nederlanders. Allemaal on the way to Italy, denk ik. Allemaal overnachtingsplek. En, kan je even het opdoen? Wat is het? Nee. Alsjeblieft. Oké. Okay. We waren nu Nederlands aan het inchecken, maar ik moet eigenlijk wel naar de wc. We zeiden ja, wij konden ook al geen wc vinden, dus nog even geduld. Dus toen ben ik maar even naar buiten gegaan. Even, als het bijna 6:00 is, kunnen we waarschijnlijk wel inchecken. Maar kijk hoe gezellig dit is. Helemaal cute. Wel heel stijl. Echt zo Oostenrijks. En ook heel stijl. Ja, we moesten net echt heel stijl naar boven rijden, hè? Ja. Hierheen, denk ik? Ja, hier. Ja, doe maar. Oh. Ja. Kijk. Ja, dat is hier gemaakt. Oh, dan moeten we hem nog even vragen. Dat is jouw bedje, Lun. Ja, maar. Zullen we nog even opmaken? Dat is de bank. De bank? Oh. Jammer dat we niet bij die bloemetjes zitten. Die zitten net een hoger. Oh. Hi. Nou, we zijn het hotel in geweest en de kamer geweest, zoals jullie hadden kunnen zien. En we gaan nu even, misschien weer een beetje. Ja, een beetje proef. Beetje naar boerderij achter. Oeh, jullie ook daar. Een beetje om te rennen. En kijk hoe mooi het is, jongens. Helemaal gezellig de berg gaan. Maar goed, ja. De mevrouw van het hotel die gaf ons een lijst mee met restaurantjes in de buurt. Dus we hebben er even één uitgekozen die open was. Dus daar lopen we nu naartoe. Dat was iets van 10 minuutjes lopen. Dus we hebben zin in. Ik heb wel dorst. Ik heb een wijntje. Cheers. Ik pak zo graag die bloemetjes. Heb je weer sneeuw in die berg? Ja. Ja. Oh. Ja, dat heb jij al gezien. Dat geloof ik niet. Je kijkt helemaal niet. Nee, nee. Nee. Wel. Hallo. We lopen weer terug van het restaurantje. Maar het wordt zo donker. Het valt op camera nog niet. Gewoon mee, maar... Hopelijk houden we het droog. Ik heb een bloemetje vergeten. Sander houdt de trui vast. En Luna's handen zijn gewoon heel erg anders. Oh, we moeten nu de berg op. Donkere lucht. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we zijn weer wakker. We gaan straks doorrijden naar Italië. Maar we gaan eerst lekker ontbijten. Het is 8:20. Het ontbijt was tot 9:00.
Dus even lekker op tijd. Maar goed, we hebben wel gewend. Die ziet er weer super leuk uit. Nee. Wat heb je voor shirt? Moet je beer anders niet even hier laten, schat? Shirtje en broekje zijn van de Zara. Sam, kan ik die nog even snel naar binnen gooien? En ik heb weer hetzelfde aangetrokken. Deze broek is trouwens van de H&M. Ook nieuw, lekker zo'n zwabberbroek. Oh, mijn. Oh, dat zijn ook Nederlanders. Mijn oudste is helemaal van H&M. Nice. Van nu had ik dus nog nieuw besteld. Super leuk. En de slippers zijn van Primark. Let's go! Lekker. Nou, het is inmiddels 20:20 en we zijn alweer heel wat uurtjes on the way, on the road. Onderweg naar ons huisje, onze tent. Ja, we zijn gewoon nu naar de camping inderdaad, had ik al verteld. Alleen we hebben dus echt een route die niet heel gebruikelijk is. Normaal neem je die, hoe heet dat? Normaal heb je gewoon die Brennero route die helemaal vanaf Brenner, vanaf de grens bij Oostenrijk en Italië helemaal naar beneden loopt. Nou, dan kom je ook langs het Gardameer en zo en dan ga je daarna zo. Maar het was daar zo druk en het is ook Zwarte Zaterdag. Ja, dat onze navigatie op iPhone ook zei van dat andere routes veel sneller waren. Maar nu hebben we dus echt zo'n route door, een beetje door de bergen. Nou, niet echt per se door de bergen, maar wel ertussendoor. Ja, die gewoon veel korter is, maar normaal gesproken niet sneller. Maar nu dus wel, omdat die andere zoveel file staat. Al hebben we hier ook al wel wat files, / sloom rijden, of hoe noem dat? Langzaam rijdend verkeer gehad. Volgens mij gaan we het ook nog wel een beetje krijgen, maar we zitten nu. Dat we er zijn om 4:00, dus we moeten echt nog wel even. En we zijn echt dus al sinds 9:00 onderweg. Het is dus nog 3,5 uur. Maar kijk, nog maar 190 kilometer, dus we zien wel hoe... Nee, dat is allemaal van deze weggetjes zijn. Waar je dus niet lekker op een snelweg 130 kan karren. Goed, dat was een keuze, anders duurde het wel vanaf de plek iets van 7. Wel langer, ik weet het allemaal niet. Maar goed, dus vandaar. Dus we hebben helemaal een off-road. Dan gaan we helemaal zo boven langs Italië en dan pas naar beneden. In plaats van eerst naar beneden en dan zo. Dus, nou, we moeten nog even, maar we komen er wel. Nou. 4:00 en het is nog 2 minuten rijden. We zijn er bijna, jongens. Daar is het. We zijn er, jongens. We zijn er nog niet. Oh, wel echt bijna. Zijn er lekker binnen hier? Kijk, dat is hem. Het bord. Ook daar. Yeah. En mij staat er één. Mij ook, liefjes. Eind gearriveerd. Sam staat daar in de rij. Daar. We gaan even kijken. Kijk, Lun. Dat ziet er leuk uit. Kijk, we moeten wel van die badmutsjes op, zie je? Maar Sander hoeft geen kleine zwembroek aan. Daar zou hij wel blij mee zijn, want die was kwijt. Die heeft hij dus ook niet mee. Kijk, hier, dan kan je daar boven zitten. Leuk. Ja, dat moet. Kom. We moeten even kijken waar we zo'n badmuts kunnen kopen. Hé, hey, San. Ik heb goed nieuws. Je hoeft geen kort, kleine zwembroek. Nee. Je mag gewoon een lange zwembroek aan. En wat, badmuts? Ja. Op naar de tent. We waren net hier om in te checken. Hier is het zwembad. En we moeten zo. En dan staan we daar. Hier is zijn de villa tenten. De voor? Dat is deze. Ja. Ja, hier 70. Krijg je hem ertussen? Ja. Hallo, hallo allemaal. Het is 8:30 alweer. We hebben lekker nog gezwommen. We zijn naar de winkel geweest. En we lopen hier nu. En we gaan even kijken, want dit is dus de camping. Ik zal straks alles nog even laten zien in de tent. Maar je kan dus hier zo het strand op. Dus we zijn wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Dus gaan we nu even checken. En dan lopen ze via het strand. Kan je dan zeg maar zo die kant op. Ik hou maar even vast. En dan help je zo daar de camping weer op. En dan gaan we daar even uit eten en we moeten de wifi nog fixen, want dat lukt dus niet. Hij geeft aan dat je, want je komt dan op zo'n site waar je het dan moet kopen met een creditcard.
Maar dan geeft hij dus aan van... hoe heet dat? Er is een fout of zo. Kan niet openen. Zo. Ik zie de zee. Dat is leuk. 1 minuut lopen. Beach. Oeh, dat is mooi. Kijk maar. Lekker toch? Helemaal leuk. Zullen we eens kijken, Luin, bij het water? Nee, dan heb ik zand in mijn slippers. Je bent zo miepie. Zat die slippers? Nee, zit er niet in? Nee, maar dan komt dat hier op loop. Ja, leuk. We lopen hier dus nu weer het strand af. Kijk, daar heb je nog een speeltuin voor kids. En daarachter is ook nog een strandtent. Maar we lopen hier dus weer even op. Super leuk. Dan heb je een douche. En dan ben je dus weer op de camping. En dan heb je hier dus straks al die restaurantjes. Je kan ook boven zitten en daar is nog wellness. Hier zit ook de sportschool. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Sham, als ze dat hebben. Misschien? Ja. Voor ons wel. En voor jou ook, want wat ga je anders op je brood doen? Jam en dan stokbrood, een croissantje of zoiets misschien? Ja, kijk maar wat er is. Het is, hoe laat is het? 8:30 geweest. En we zijn wakker geworden in de tent. En mag gezellig. En ik dacht, ik doe jullie even een toertje. En ik hier dus de tafel, hangmat. Zetje en barbecue. Komt zo binnen. In de keuken meteen. Dan zie je dus de keuken. Echt dikke, prima. Hier heb je de koelkast. Dat soort dingetjes. Prullenbak. En dan heb je aan deze kant dus gewoon het leefgedeelte. Maar ja, we leven nu natuurlijk voornamelijk buiten. Al onze spullen nog die ik allemaal nog moet uitpakken. Gisteren was het echt een gevlieg en gedaan. Dat had ik echt geen zin meer in. Dus dat ga ik straks doen, denk ik. Dan lopen we hier verder. En dan komen we hier rechts bij de badkamer. En dit is ook echt beter dan ik had durven verwachten. Toilet. Hier heb je dus een wasbak. De spiegel zit wel wat te hoog voor mij. Dit is echt gemaakt voor grote mensen. Want ik kom er maar net een... Auw. Heel klein beetje bovenuit. Dat beter een beetje zo hoog zijn. Ik kan ook niet geen outfit check en zo met jullie doen. Heel vervelend. En dan heb je hier dus de douche. Nou, dan gaan we weer verder. En dan heb je hier het slaapgedeelte. Dus dit is ons bed. Dan heb je hier de kasten die ik straks nog moet inramen. En dan heb je hier naar rechts. Kijk, er zitten van die hele hoge dingen en gordijnen. En dan ga je dus naar Luna's slaapgedeelte. Maar je hebt hier dus eigenlijk nog 4 bedden waar wij er maar 1 in gebruik van hebben. Luna slaapt hier. En we hebben dus 1 ventilator hadden we meegenomen voor Luna. En thuis slapen we dus ook altijd met ventilatoren als het warm weer is. Dus we dachten, ja, we nemen sowieso 1 voor Luna mee, want het zal bloody hot zijn in die tent. Toen kwamen we hier en het stond er dus ook 1. Dus wij hebben lekker ook 1. Dat is echt super chill. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar goed, dus dat even als tenttour. Mega chill. Verder gaat Sander nu lekker brood halen en lekker eten. En ik weet nog niet, ik wil eigenlijk vandaag even naar het strand. De camping zit echt aan het strand. Ik weet nog niet of dat, ja, dat had ik gefilmd. Dus je kan zo het strand op. Dus daar heb ik wel zin in om dat te doen. Nou, we liggen heerlijk aan het zwembad. Het is 12:30 inmiddels. En Sander is aan het zwemmen met Luna. En ook nog met andere kids. Ik dacht, doe jullie even een pooltour zometeen. Luna heeft allemaal vriendinnen. Dus dat is wel echt super leuk. Goed zijn dus met de papa's zijn ze aan het zwemmen. Oh, het is echt bloedheet. Het is wel een beetje half bevroren. Nou, het is nu echt al wel weer mooi. Maar we lagen hier eerst, net toen we hier lagen, toen begon het gewoon helemaal te onweren. Maar alsnog was het super warm hoor. Dus het is niet heel vervelend. Het heeft ook niet geregend. Het is droog gebleven. Goed, nu is het nu echt wel vol die zon erop. Dan is het echt heel erg warm. Maar ik ga even rondlopen. Ik zie jullie allemaal even laten zien. Kijk, hier heb je dus een beetje eigenlijk de baby gedeelte. Baby met de kids. En met zo'n glijbaan. Hier ook.
Kijk, dit zijn onze bedjes. Helemaal leuk. En dan kan je dus helemaal rondlopen, helemaal naar die andere kant. En hier is dan dus het glijbaangedeelte. Het is een beetje glijbaan voor kids. Ik hoop dat jullie me een beetje horen. En dan heb je hier nog meer zwembaden. Helemaal leuk. Ja, ze zitten daar in het midden. En daar. En dan daarachter de brug kan je dus ook nog plaats zien. Kerst doen. Oh, goed zo. Ze gaat even de gevonden duikbrug aan de badmeester geven. Maar goed, hier kan je dus onderdoor. Heb ik zelf ook nog nooit gedaan. Ja. En dan kom je dus daar nog bij een stukje. En hier ga je dus de brug over. Daar is de receptie. Daar kom je aan. En daar is het restaurant over. Helemaal leuk. Zo, het is inmiddels net 8 uur geweest en we hebben lekker gegeten. We hadden lekker gewoon bij de tent gegeten. We hadden hamburger, broodje hamburger met wat sla. En nu gaan we lekker nog een ijsje halen. Daar heb ik heel veel zin in. Hier is zulk lekker ijs, zag ik al. Dus ik kan niet wachten. Ik zal jullie mijn outfit nog even laten zien. Ja, ik zie mijn hoofd ziet er ook niet uit, maar ik heb dit aan. Setje van Lofies. Dit is een bijpassend blouseje en broekje. Wat heb jij aan, Luun? Ik heb een jurkje aan. Loop eens hier. Je daar gaan staan. Daar kunnen ze je zien. En waar is je jurkje van? Van de Zara. Ja, nieuw hè. Mm-hmm. En kijk, wat is Luun? Nee, ik wil niet laten zien. Wat dan? Een ontstoken vingertje. Kijk, er zit een soort push in haar vinger. Wacht even hoor. Moet ik wel nog even zeggen waar mijn kleren wegkomen? Ja, en hij is helemaal een beetje dik en rood. Mijn taaltje zijn dus leuk. Ja. Kun je ook nog even vertellen waar ik mijn kleren weg heb? Ja, kom maar. Ik ga de kant. Ik heb een mooie broek aan van de Welkoop. Ja, dat staat alleen wel open. Van de Welkoop, grapje Leun. Hij lacht gelukkig wel zelf. Van de Sting is die. Heel hard om zijn eigen grap. Van de Sting hoor. Oké okay, hoor. Deze is van Zalando. Van? Calvin Klein. Ja. En je slippers? Oh, goed. Niet vergeten. Oh, mijn slippers! Mooie Adidas. Mijn zijn van Birkenstock. Mijn slippers zijn van het Albert Heijn. Ja, van het Albert Heijn. Van de Appie. En nu gaan we ijs halen. Let's go. Goedemorgen, het is vandaag maandag en we zijn heerlijk al op het strand. Met deze vriendin. Hi. Hi. En we twijfelden om zo'n bedje te doen. Maar we hebben toch maar gewoon zelf een plekje gedaan. Schilderen die kosten, jongens. Geen idee ook hoe duur dit was. Maar ja, we zitten hier heerlijk aan het strand. En het is echt super chill, zoals ik al vertelde laatst. Daar zit echt een stad op gang en daarachter is de camping. Je ziet de camping hier gewoon doorheen. We hebben lekker luchtbedje, we gaan er lekker in. En ja, lekker dagje vertoeven hier, hè? Het is heel mooi weer vandaag. Gisteren was het nog een beetje bewolkt. Vandaag is het echt top. Leun. Goedenavond. Ik ben in de sportschool van de camping, tenminste de sportschool. Ze hebben hier dus een heel klein gymmetje die je dus in je eentje mag reserveren. Ik heb net op de loopband gerend, dus ik ben een beetje aan het ademen, maar het is een beetje ongemakkelijk, want al die mensen staan hier gewoon buiten. Hier is het restaurant, een ijsjeskraam. Dus dat is very awkward. Dus ik denk dat ik zo het licht even uitdoe. Maar goed. Hier is het loopband. Maar ze hebben hier dus best wel veel dingen die ik kan gebruiken. Hier heb je. Ik ga lekker weer op, denk ik. Oh, dan kijkt er ook weer wat vol naar binnen. Het is zo ongemakkelijk. Dus ik zag laatst ook al toen ik voorbij liep dat mensen gewoon het licht aan het delen. Want dan ben je natuurlijk voor buiten veel minder zichtbaar. Dat is echt het nadelige
als 's avonds, want het is nu dus al donker, het is 9:15. En dan zie je natuurlijk buiten naar binnen heel veel. Maar goed, ik ga leg day doen. Zelf wat dingetjes filmen. Ja, dus dat. En ik zet weer een jongetje. Dan moet ik net weer weg. Maar goed, let's go. En het is vandaag dinsdag en het is 9:20 en we gaan vandaag weer lekker naar het zwembad. Ik heb, ik zal het net zien, deze outfit aan. En daaronder een bikini van Naked. Jurkjes van de Zara. En Luna is al bij de buurmeisje aan het spelen. Er zit een jongetje, die is zo erg aan het hoesten de hele tijd. Gaat maar door. Ik heb hier een hele dikke pukkel. Maar goed, vandaag ben ik lekker zongen. Ik hoop dat ik een beetje bruin word. Ik heb vanochtend al even 20 minuutjes apps gedaan. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb toch al wel een tour gedaan. Ja, toch. Sander haalt gewoon elke ochtend lekker broodjes bij het winkeltje hier. Er zit een bakker bij. Dus dat is helemaal lekker. En dan gaan we zo lekker weer naar het zwembad. We zijn er 6, hè? Oké, ik had ze een beetje verkeerd gegooid. Sorry jongens. Er moeten nog 2 zijn hoor. De rode en de groene. Zo, het is inmiddels 1:00 en we hebben even pauze van het zwembad. We gaan even heerlijk hier op het dakterras ding achter even lekker wat lunchen en wat drinken. Hier heb je dus helemaal uitgezet over het zwembad. En over alles kijken, leuk. Waar staat het daar? Ja, daar is het mij. Helemaal leuk. Kijk, zo, helemaal gezellig. Joehoe! Hier, lekker chillen. Op naar de disco. Kijk. Ik zal die vriendin in het spreek. Zo. Goedemiddag, het is inmiddels 3:00. Ik had jullie vandaag ook nog niet echt toegesproken volgens mij. Het is vandaag woensdag en we gaan even naar een stadje. Jesolo, zegt dat goed? Volgens mij wel. En dit is mijn outfit. Ik heb dit jurkje aan van H&M.
met mijn Nikes. Ik heb de haren in de krul. Want dat heb ik altijd gewoon lekker op vakantie. Dit is mijn eigen haar. En ik heb mijn zonnebril. Die is van Lovies. Oh, daar zijn ze weer. Dus dat is de outfits. Let's go. Allemaal mooie zandkastelen. Zijn jullie in je solo? Wel leuk. Nou, maar wat winkeltjes en zo hier. Geinig. Wat stond er, waar stond het foto? Wat? Oh, lekker! Nou, let's go. Daar is het strand al. Ik heb cheesecake. Cheesecake en yoghurt bosvruchten. Die cheesecake is ook echt lekker. En wat heb jij doen? Abayijs. Goedemorgen en het is vandaag vrijdag. Nee, donderdag. En het is 10 over 10. En we zitten al in de auto. Vanochtend heb ik al gespoord. Om 7:30 had ik dit keer gereserveerd bij de sportschool. Ja, we gaan vandaag een dagje naar Venetië. We zitten vlakbij Venetië. En dat, de haven zit hier. Dat zit echt heel dichtbij ons. En dan kunnen we daar vanaf daar met de boot, als het goed is. We moeten het allemaal nog even zien uit de vogelen. Ik heb een jurkje aan van de Zara. Wel heel erg leuk. Ik zal kijken of ik hem straks nog wat beter kan laten zien. Ik heb gisteren dus zo'n hengsel gekocht. In zo'n winkeltje, in zo'n stadje. Super chill voor nu als je de hele tijd bezig bent. Dan hoef ik geen tasje. Sander heeft dan wel een grote tas waar ik dan een camera en zo in stop. Maar voor mijn telefoon die kan ik daar zo hangen. En kan ik zo fotootjes maken. Heel handig. Echt toerist, hè? Ja. In Venetië. Ja. Ja, dat eigenlijk. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Gaan we ook wel, maar gaan we ook weer terug met de boot? Ja. Maar ja, terug moeten we zwemmen. Nee. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben dus één keer al in Venetië geweest. Maar toen was ik echt nog... een stuk jonger. Ik heb ook geen idee eigenlijk hoe oud ik toen was. Ergens in mijn jongere jaren in ieder geval. Met je ouders nog of met je moeder toen? Nee, met mijn ouders. Dat was echt nog, dat zat ik nog op de basisschool. Dus long, long time ago. Voor Sander is het wel de eerste keer, voor jullie ook. Sowieso de eerste keer in Italië. Dus let's go! Nou, bij een van deze bootjes gaan wij, Leun. Op naar Venetië. Ja, ik denk dat ze eindelijk weer hebben. Gelukkig zijn we niet meer helemaal klaar. Nee, het gaat best snel. Er kunnen best veel mensen op de boot. Deze zijn allemaal Marco Polo's. We zijn aangekomen in Venetië. Kijk, het is helemaal mooi hier. We zitten even lekker wat te drinken. Helemaal gezellig. Als je die laat vallen, kan je misschien in bed vallen of niet. Kijk, hoe leuk. Wauwie. Lekker. Deze camera heeft hem niet al. Het beroemde plein. Piazza San Marco. Prachtig, jongens. Helemaal mooi. Ik had het een beetje, ja, dat is wel mooi dat je hier dan bent. Dan heb ik even gekeken, even een fotootje gemaakt. En ja, dan kan je eigenlijk ook wel weer weg. Zo bijzonder zag ik ook weer niet. But yeah, that's me. Wel leuk verder. Goedenavond inmiddels. Het is 7:20 en ik heb me even helemaal opgedoft. Omdat we op hier op de camping uit eten gaan. Dus ik ben een beetje overdressed voor de camping. Maar here we go. Outfit of the night. Is dit leuke jumpsuitje van de Zara. Is nieuw. Echt super leuk. Zit hier helemaal met een rits en met knoopjes. En dan nog zo'n ding.
Dat is helemaal gezellig. En dan heb ik eronder hakken. En die hakken zijn van Notre Vie. Die heb ik op Omoda besteld. Toen voor mijn diplomering. Jutika, Denmark. Denmark. Zullen we gaan, jongens? Dus dat is mijn outfitje van vandaag. Van de avond eigenlijk. Wacht even. En ik heb deze zonnebril ook voor de vakantie gehaald. Van de Monkey. Hij is een beetje zo'n cat eye modelletje. Weer even een ander op. Helemaal leuk. We zitten nu dus bij het restaurant op de camping. Helemaal leuk. Heel vies. Lekker pastaatje. Ja. Ja. Morgen, het is vandaag vrijdag. En het is een beetje vroeg. Het is bijna 7:30. En het is vandaag alweer ons laatste dagje hier op deze camping. En ik ga naar de sportschool. Ik had voor de laatste 2 dagen, dus gisteren ook, 's ochtends gereserveerd. Veel chiller dan 's avonds natuurlijk, want dan wil je gewoon lekker chillen. Het is met Gymfit. Ik heb dit korte broekje aan van Gymshark. En dit topje is van ASOS. Oh, en vadersjaar. Happy birthday, pap. Call you later. En ik heb mijn alters aan, maar ze doen een beetje pijn aan mijn kleine teentjes. Vind het. Maar goed. Oh shit, nu heb ik weer de afslag gemist. Ik kan beter daar al in. Want ik moet eerst naar de receptie om mijn sleutel op te halen. Want je reserveert die gym dus in je eentje. We komen hier dus nu aan bij het centrum van de camping, om het zo maar te zeggen. En hier zit dus ook het winkeltje. En die had om 7:30 open. Dus er staat elke ochtend een dikke rij. Wayo. Oh, hij is open. Nou, ik heb de sleutel. Kijk, ik loop nu dus over die brug. Langs het zwembad. En dan kom je dus hier. Daar was dus de receptie. Dan kom je dus zo. En dan zaten we hier gisteren bij het restaurant. En dan loop je zo de brug over. Kom je hier bij de ijssalon. En daarnaast zit de sportschool. Hier ben je weer bij het winkeltje. Kijk, daarachter zit dus de strandhoofdgang. En hierboven kun je lekker lunchen en zo. Dat heb ik ook al laten zien volgens mij. Dus we gaan lekker gymmen. Later dan dat ik voor het laatst had gevlogd. Het is al 8:00 en we zijn nu aan het strand. Want ik wilde nog even wat fotootjes met deze prachtige golden hour. Echt super mooi. Helemaal zo'n mooi gouden kleurtje krijg je ervan. Ik moest even wat fotootjes maken. Sanne, ik wil daar ook eens heen. Voor een giveaway. Maar ik weet niet of die nog geld als jullie het zien. En ik zal even de webshop in beeld zetten. Kijk, het gaat om dit shirt. Super cool. En ik had een leuk met zo'n shortje aan. Met mijn beerkies en een leuk tasje erbij. Helemaal leuk. Dus die dus. En nu wil ik nog even met dit shirtje een foto. Maar weet ik nog niet of ik dat ook weer hier wil. Misschien gewoon op het strand zelf. Want het is een beetje veel anders allemaal hier. Misschien nog even met Sander samen. Zo, moet ik jullie even maken. Dus helemaal leuk. Ik
wou nog even de vlog afsluiten. Wij staan helemaal in te pakken en te doen. Sander is even broodjes halen. Wij gaan namelijk zo meteen naar onze tweede locatie van deze vakantie. Richting het Gardameer. Ja, dus ons weekje hier zit erop. Dus we pakken alles en dan rijden we ongeveer over ruim een uur die kant op. Dus ongeveer nog 2,5 uur rijden ongeveer vanaf hier. Een beetje met wat drukte al ingecalculeerd. Ik weet niet of het druk gaat zijn. Maar het is natuurlijk wel zaterdag. Maar goed, ja, ik hoop dat jullie deze eerste vakantievlog een beetje leuk vonden. Als je dat nou vond, doe dan vooral even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Er komt dus nog een deel 2 van onze vakantie in het Gardameer. En ik hoop dat jullie daar ook zin in hebben. Dus hou het vooral even in de gaten. Doei doei!